de student zich zorgen maken over dat copycat gedrag in de media? En wat kunnen we eraan doen? Chris? Ja, ik denk eerlijk gezegd, volgens mij moeten we meer onderzoek doen. Dat klinkt heel, dat klinkt natuurlijk wel heel erg saai. Ontzettend saai klinkt dit. Wij moeten meer onderzoek doen. Nee, maar wat ik wel denk is, kijk, waarom is dit zo? Waarom staat dit zo als een paal boven water dat dit bestaat? Omdat er heel veel medisch onderzoek is, of in ieder geval onderzoek uit de medische hoek, wat hier onderzoek naar heeft gedaan. En daar is natuurlijk heel veel geld. Terwijl bijvoorbeeld, waarom is er geen onderzoek naar die positieve, dus dat taboe doorbrekende? Nou, omdat dit dan veel meer op de terrein van de sociale wetenschap komt. En daar is juist helemaal geen, daar is juist relatief weinig onderzoek. Dus al die effecten waar we in de communicatiewetenschap zo mee worstelen, dat heeft ook natuurlijk gewoon te maken met de hoeveelheid studies die gedaan worden. En in de medische wereld hebben ze dat probleem gewoon veel minder. En daarom kennen we dit effect wel heel goed en andere effecten minder. Gaan die medici ook nog met onze effectstudies aan de haal? Vincent, antwoord op de vraag. Ja, ik pleit eigenlijk voor minder onderzoek hiernaar. Want we zien altijd de relatie tussen iets waar we niet blij mee zijn, suïcide of mensen die heel dik zijn of agressief of gek seksgedrag vertonen en de media. En ja, copycat gedrag bestaat daarin. Ja, je kan altijd wel een relatie leggen tussen hele dikke mensen en welke reclames ze kijken op televisie. Ik denk dat uit de onderzoeken die we aan hebben gehaald dat er inderdaad wel een soort relatie te zien is, maar de condities waarbinnen dit onderzoek gedaan wordt is natuurlijk ook nog wel veel op af te dingen. Zeker als het gaat, wat zijn de positieve effecten? Was u vorige week van plan zelfmoord te plegen? Hoe denkt u daar nu over? Dus ik ben daar zeer kritisch op dat soort vraagstukken. Peter Vasteman, het laatste woord is aan jou. Het laatste woord is mij. Nou ja, ik denk dat het wel een belangrijke discussie is waar ook nog veel meer onderzoek naar gedaan zou moeten worden. Maar je moet wel je ook realiseren dat copycat natuurlijk ook een belangrijke rol speelt bij heel veel andere vormen van ongewenst gedrag. Zoals vandalisme, mishandeling, brandstichting. En mijn stelling is wel dat als het gaat om makkelijk te kopiëren gedrag, wat zonder plan heel impulsief uitgevoerd kan worden, dat best wel op grote schaal voorkomt. Dat is ook het voorbeeld van de jongeren die stenen gooien vanaf viaducten. Als je dat dus in de media brengt, dan zie je altijd een golfje daarna. We hebben toen de poederbrieven gehad bijvoorbeeld. De poederbrief. Nou, we hebben echt de golven van poederbrieven gehad. Sommige waren nep, sommige waren imitatiedingen. Imitatiepogingen of wraakpogingen enzovoorts. Maar dat komt dus heel veel voor. Ik denk ook bij die jihadgangers nu speelt dat een rol, denk ik. Of de type aanslagen nu. Nu in Canada met schietpartijen en politieagenten of militairen die op straat worden aangevallen. Net als bij de school shooting zit er heel veel imitatie-effect in, hoor. Ja. Daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Ik zou zeggen, we hebben behoefte aan meer zorgvuldige journalisten ook. Dit was Onder Media Doctoren. Tot een volgende keer. Onder Media Doctoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.